De boycott van Poetin hakt erin bij de tomatenkwekers in de provincie. Geen export meer naar Rusland en de prijs in Nederland is ook flink gedaald. De kwekers roepen Nederlanders nu op om meer tomaten te eten en zijn de actie Samen Sterk gestart om zo het hoofd boven water te kunnen houden. Ook tomatenkwekerij Looien uit Burgerveen doet mee. Al eten we er maar per dag eentje meer. Normaal eten we Nederlander gemiddeld één per dag, al maken we dat naar twee. Dan zijn de tomatentelers al hartstikke goed geholpen in Nederland. Er wordt er vanuit Nederland ontzettend veel geëxporteerd naar Rusland. Met name tomaten, komkommers, paprika's. En een boycott, dat is in deze tijd van het jaar verschrikkelijk. Afgelopen donderdag is de boycott door Poetin uitgesproken. Vrijdag zijn de grootste glasgroentetelers van Nederland bij elkaar gekomen. Van het weekend is er keihard gewerkt om Stichting Samen Sterk op te richten. En die is nu hartstikke actief om Nederlands consumenten te benaderen om meer groente te eten. Is die lekker? Ja, dat is een heerlijk tomaatje dit.